de vlucht van Willem V en de vernietiging van het stadhouderschap. Dit is een heel bijzonder boekje. Het komt uit 1795, het jaar dat de stadhouder vluchtte naar Engeland en dat de Bataafse Republiek werd gesticht. En dat jaar is heel belangrijk voor de oprichting van de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland waar we nu zijn, en de Vagelbibliotheek in Dublin. Hun lot was heel nauw verbonden en dat komt door deze gebeurtenissen. In deze roerige tijd, waarin alle bezittingen van de stadhouder werden geconfiskeerd, besluit Hendrik Vagel niet terug te keren naar Nederland. Hij raakt daar zo in financiële problemen dat hij besluit om zijn hele bibliotheek te laten veilen bij Christie's in Londen. De bibliotheek van de stadhouder trof een heel ander lot. Die werd niet geveild, maar genationaliseerd. Alle boeken werden overgebracht naar het Binnenhof en daar vormden ze de basis voor de Nationale Bibliotheek, die in 1798 werd opgericht. In het begin mochten alleen maar volksvertegenwoordigers deze boeken raadplegen. En we hebben daar een hele mooie bron voor, namelijk de leenregisters. En in die leenregisters zien we dus wat de volksvertegenwoordigers leenden. Daar zitten de statuten van Friesland bij, de Wealth of Nations van Smit, maar ook allerlei andere werken die ze waarschijnlijk niet direct gebruikten voor een werkende volksvertegenwoordiging. De bibliotheek van de Vagels kwam dus in Dublin terecht, maar in 1803 deed zich een nieuwe mogelijkheid voor. Toen werden de staatsstukken die achtergebleven waren op de Griffie werden geveild in Leiden. En die kwamen via via wel in de KB terecht. Hier zien we kopieën van resoluties, eigenhandig geschreven door Caspar Vagel en zijn klerken. En dit is een voorbeeld uit 1672, het beroemde rampjaar waarin Caspar Vagel raadpensionaris werd. Dichter bij de Vagels kunnen we niet komen.